heb je er gesproken? Ja. Dat is de grote vraag. Ja. Nou, ik was vandaag de hele dag bij het WK Shorttrack in Ahoy. En ik ging daar natuurlijk naartoe voor Suzanne Schulting. Nou, die viel in de 1000-meter finale. Uiteindelijk dus haar enkel gebroken na zo'n vervelend seizoen die ze al had. En die schat die het is, die is nu zeg maar vanuit het ziekenhuis nog helemaal teruggegaan naar de baan. Alle pers te woord gestaan. Dus dat is natuurlijk wel een op en top sportmentaliteit. Dus je hebt een soort zomergast gemaakt. Ja, ik heb het wel even gebruikt. Nou, dan gaan we het dadelijk uitzenden. Dat is hartstikke goed. Jongens, we gaan het hebben over... Vind jij dat trouwens leuk, Short Track, Casper? Ik ben er niet kapot van. Nee, waarom niet? Nou, ik ben het wat dat betreft wel met Johan eens dat het een soort schaatsen op biljart is. Vind je het een beetje een goksport? Nee. Het doet me niet aan honden rennen als je het vergelijkt met 10 kilometer lange baan of 5 kilometer lange baan. Dat is toch fantastisch leuk en sensationeel om naar te kijken. Er kan van alles gebeuren. Ja, er kan van alles gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat het daardoor ook meteen aantrekkelijk wordt. Nou, kijk, maar ik ga niet overtuigen, denk ik. Als er dan één de been breekt, is het voor jou misschien wel weer in. Nou, nee.